Een heel goede avond. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, roept op om de coronamaatregelen morgen niet te versoepelen. Het aantal besmettingen stijgt in Gent en als klap op de vuurpijl waren er gisteren verschillende spontane openluchtfeestjes waar de coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Het Gentse Sint-Pietersplein ligt er vanmiddag rustig bij. Het is fris en regenachtig, maar de politie is paraat. Want gisteren zag het er hier zo uit. Honderden jongeren bouwden spontaan een feestje. Op sociale media vandaag ook beelden van elders in de stad. De lentezon schijnt, alle opgekropte energie komt eruit. Iedereen wil los, zegt de burgemeester, maar dit kan niet. Daarom mag er sinds vanmiddag geen glas meer gebruikt worden op de drukste plaatsen en elektrisch versterkte muziek mag nergens meer. De voorbije twee weken steeg het aantal besmettingen in Gent met 70%. De burgemeester wil nog geen versoepelingen. Ik begrijp zeer goed, er moet perspectief zijn voor vele sectoren, maar we moeten ook durven zeggen op basis van wetenschappelijke cijfers dat het nu toch wel echt zorgwekkend is, dat we alert moeten blijven, dat we niet moeten verstrengen, maar dat we heel voorzichtig moeten omgaan met versoepelingen. Ik voel dat hier op het terrein, ingegeven door de wetenschap, door onze experten, en ik wil dat als burgemeester kracht bijzetten. Ja, en de oproep van de Gentse burgemeester komt er niet toevallig vandaag natuurlijk. Want morgen komen alle regeringen samen om de coronamaatregelen te bespreken en of er ruimte is voor versoepelingen. Volgens premier De Croo is die ruimte er wel, maar niet echt uitgebreid. Hij waarschuwde in het federaal parlement dat er geen roekeloze beslissingen mogen genomen worden. Want de kans op een derde golf van coronabesmettingen is nog te groot, zegt hij. We mogen ons nu niet laten verleiden door roekeloosheid. Wat we nu moeten doen, is beslissingen nemen die verantwoord zijn. Beslissingen nemen die veilig zijn. Maar ook beslissingen nemen die mensen ondersteunen die het vandaag moeilijk hebben. Intussen vraagt de overheid om de witte stoffen mondmaskers, die u sinds juni gratis uitgedeeld kreeg via de apothekers, dat u voorlopig niet meer draagt. Mogelijk bevatten de maskers kleine nanodeeltjes van schadelijke stoffen die kunnen doordringen in de luchtwegen. In hoeverre die luchtdeeltjes echt gevaarlijk zijn, moet nu eerst verder worden onderzocht. Draag je gratis mondmasker van bij de apotheker niet meer, zo vraagt de overheid. Want er zitten twee stoffen in die mogelijk schadelijk zijn als ze loskomen. Antibacteriële zilverdeeltjes en de titaniumdioxide voor de witte kleur. Hier gaat het over nanodeeltjes, dus bijzondere kleine deeltjes. En men weet dat die effectief tot in de diepere luchtwegen kunnen doordringen en daar niet meer weg geraken en zelfs in de cellen gaan en dan vervoerd worden naar andere delen in het lichaam. En er zijn studies, zeker voor die titaniumdioxide, die nanodeeltjes, dat als je bijvoorbeeld ratten langdurig blootstelt aan hoge concentratie, dat dat inderdaad een longkanker kan geven. Of ze ook echt gevaarlijk zijn, zal Cienzano verder onderzoeken. Tot dan raadt de Hoge Gezondheidsraad aan ze niet meer te dragen, uit voorzorg. Ze zijn conform de reglementering. Maar omdat een voorzichtigheidsprincipe zegt dat als je zo'n onderzoek aan het doen bent, en het resultaat zou misschien kunnen zijn dat zeker bij verkeerd gebruik er een probleem is met de gezondheid, dan kan je ze beter laten liggen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel hebben de vakbonden actie gevoerd voor hogere lonen. Onder meer hier voor de Nationale Bank van België. De bonden willen de druk op de werkgevers opvoeren omdat ze de 0,4% loonsverhoging in de privésector veel te weinig vinden. De werkgevers lieten gisteren al aan de regering weten dat het loonoverleg mislukt is. Het strafproces tegen televisiemaker Bart De Pauw start in oktober dit jaar. Dat is vandaag beslist op een agendazitting in Mechelen. De Pauw zal zich daar moeten verantwoorden voor elektronische overlast en belaging van 13 vrouwen, onder wie enkele bekende actrices. De eerste getuigenissen tegen De Pauw dateren intussen van meer dan 3 jaar geleden. We zijn tevreden met de conclusietermijn en met de uiteindelijke pleitdatum, dat het uiteindelijk kan gaan over de inhoud. Dat is hetgene waar we al lang naar verwacht hebben, dus in die zin zijn we tevreden. Iedereen heeft de tijd om de argumenten te ontwikkelen die men wenst te ontwikkelen. En dan kan in alle sereniteit het dossier gepleit worden op 2 opeenvolgende data. Dus dat is voor ons perfect.
En dan een mogelijke primeur in het Belgische voetbal. Club Brugge zou nog voor de zomer naar de beurs trekken. Dat schrijft de krant De Tijd. Bij Brugge willen ze het verhaal nog bevestigen, nog ontkennen. Volgens De Tijd zou club met een beursgang vers kapitaal willen ophalen om zijn nieuwe voetbalstadion te financieren. In heel Europa zijn er op dit ogenblik zo'n 20 clubs die op de beurs noteren. Daarbij onder meer Ajax, Manchester United en Juventus. Niet altijd trouwens met evenveel succes, zegt econoom Geert Noels. Degenen die genoteerd zijn, het is niet echt een succes. Misschien ook omdat het niet de absolute topclubs zijn, maar zelfs een Juventus. Het is een heel volatiel aandeel. Ik denk voor een goede supporter is dit iets dat je met plezier koopt. Als belegger zijn er wellicht andere dingen die interessanter zijn op lange termijn. En daarmee zijn wij rond. Straks is er natuurlijk ons uitgebreide journaal van 7 uur. En dat is vandaag met de enige echte Wim de Vilder. Tot kijk. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.